Het is volgens Goedele Liekens erg belangrijk dat er meer aandacht is voor een veilige werkcultuur, maar ze vindt tegelijkertijd dat gevallen van grensoverschrijdend gedrag vooral buiten de media moeten blijven. Lekker tegenstrijdig, juist door de media aandacht voor wangedrag bewegen we immers toe naar een veiligere werkomgeving. Goedele deed haar uitspraken maandagavond in HLF 8, waar ze aan tafel zat naast Jack van Gelder, die zich twijfelachtig heeft gedragen in zijn tijd bij NOS Sport. Zij sprong erg opzichtig in de bres voor haar collega: "Ik heb het gevoel dat Jack zich nu moet verantwoorden en dat draait het vermoeden van ons, vreselijk, vindt ze dat. Nu is het, Jack is schuldig en nu moet hij even uitleggen dat hij daarom niet schuldig is. Dat is net hetzelfde als wat Tom Egbers moet doen en ik vind het zo erg dat we dit soort zaken die heel belangrijk zijn voor onze maatschappij via de media zaken die heel belangrijk zijn voor onze maatschappij wil Goedele dus buiten het zicht van de maatschappij behandelen. Niemand heeft er een voordeel aan. Niet de slachtoffers of de mogelijke slachtoffers en zeker niet de mogelijke daders, dus laat ons daarmee stoppen om dat via de media te spelen. Echt, dat brengt ons tot niets, alleen maar Goedele vindt het verschrikkelijk voor mannen als Jack en Tom. Een affaire die slecht afloopt, wie zijn wij om te oordelen wat er gebeurd is? Wij weten, AD Opiniediva Angela de Jong vindt het dom mik. Zij vindt dat het hele verhaal niet naar buiten mocht. Dat moest intern worden opgelost. Dan denk ik, ja, dat is nou net de crux, lieve schat. Dat er al 15 jaar aan de bel wordt getrokken of 20 jaar, maar dat niemand dat oppakt en er pas iets gebeurt op het moment dat het, ze vervolgt in de AD Media Podcast, op de een of andere manier heb ik het idee dat je bij SBS alleen nog maar mag werken op het moment dat je vindt dat het allemaal onwijs overtrokken wordt, dat niemand meer veilig is en dat je niet moet klagen als er een cake is gebakken en dat collega's dat niet willen.